digitaal schedels pletten en hoofden eraf knijpen is natuurlijk hartstikke fantastisch. Maar EA wil ook even laten zien hoe het er in het echt aan toe gaat. En daarom hebben ze gewoon een heel MMA-event georganiseerd. En achter me gaat het gebeuren. Eerste gevecht is alweer voorbij, was meteen een knockout. Gast lag tegen de ring aan en kwam bijna niet meer overeind. Dacht even dat hij dood was, dus het begint goed! Nou heb ik echt alles gezien. MMA in 3D. En het is gewoon live 3D. En er zit nauwelijks vertraging in. Ik geloof het bijna niet. En ik wou dat ik zo het billetje zo op kon zetten dat jullie het ook zouden zien, want het is fantastisch. Het is net alsof ik erbij ben. Oeh, chicken naar 3D. Als je daar kijkt, zie je zo'n beetje het hele criminele circuit van Amsterdam. Kijk, dit is gewoon Bas Rutte, jongen. Dit is mijn coach, dit is mijn trainer in MMA. Vrolijke jongen is dat, echt waar. Kijk, dit is Marloes. De eerste vrouwelijke MMA-kampioene. En natuurlijk is ze Nederlands en Amsterdammer. Ik bedoel, kan toch ook niet anders. De start! Nou, Savannah, waarom moeten vrouwen vechten? Omdat het stoer is. We kunnen mannen in elkaar slaan. Dat ook. Nog meer mannen in elkaar slaan? Nee. Nee, vrouwen moeten gewoon vechten. Omdat niemand van ons verwacht dat we het kunnen. En deze dame hier heeft al 55 keer je moet in elkaar geslagen, of niet? Zoiets, ja. We hebben net van Marloes Koenen gehoord dat vrouwen meer moeten gaan vechten. En ik heb de ideale persoon om die theorie mee uit te testen, want jij bent... Ik ben Iris van Electronic Arts. Jij bent eigenlijk de Upper Chief van de Electronic Arts, hè? Ik ben de Product Marketing Manager van Nederland. Upper Chief bij Electronic Arts, hebben we hier te pakken. Van Nederland dan. Maar vechten, we gaan vechten. Ja. Dat is de bedoeling. In-game. In een game inderdaad, ja. Want het is, ik hoorde dat het leuk is om mannen in elkaar te slaan als vrouw zijn. Oeh, dat weet ik nog niet, maar we zullen zien wie de beste is. Ik ga gewoon naar hem. Yes. Oh ja, meteen op de grond leven. Dan gaat je arm. Nee, dat gaat helemaal niks gebeuren. Ik wil slaan, staan! Nee, we gaan aan de staan. Oh. Ja, ja hoor, ja, dit is afgelopen. Oh, maar je ego is nog wel heel. Ik heb gewonnen? Ja, eerlijk. Maar dat was niet makkelijk? Nee, zeker niet. Niet uit handen gegeven. Ik vind dat je goed, jezelf goed verdedigd hebt. En je met ijzersterke techniek meteen naar de grond. Ja, inderdaad, je smeet meteen naar de grond en je had me ook bijna in een choke af en toe. Ik was onder de indruk. En je bent terecht op het Chief EA. Dankjewel. Zoals je ziet, het is afgelopen. De gevechten zijn voorbij. De bar is bijna dicht. In zo'n tafeltje hier, hè. Het kost 5000 euro. En ik, als zielig gamejournalistje, was hier gewoon gratis. En ik heb gezopen. En ik heb gevechten bekeken. En ik heb tegen Iris gevochten. Dus ik zou zeggen, het was fantastisch. Dankjewel, Iris.